super leuk dat je weer bent. Welkom terug op mijn kanaal. En vandaag neem ik jullie weer mee naar de Primark. Ik ga nu eventjes mijn chia puddingje opeten. En ik ben aan het wachten op mijn moeder, die komt hierheen. En dan gaan we naar de Primark. En we gaan naar Zoetermeer. En daar ga ik meestal heen. Vorige keer ben ik in Den Haag geweest. En toen heb je ook gezien dat ik dit shirt heb gekocht bij de Bershka. Ik zal even de rest laten zien. Deze broek is ook van Bershka. En dit is een push-up jeans van Bershka. En die taille zit gewoon super strak. Dus dat is gewoon echt heel erg fijn. Ik kreeg wat vragen over deze broek namelijk vorige keer. Dus deze is gewoon van Bershka. En het shirt is ook van Bershka. En dan heb ik een riem aan met pareltjes. En die is... Allemaal tanktopjes. Oh, zoiets wil ik wel. Dit zit zo lekker. Deze zijn 3 euro. Oké, welke kleur? Ik vind deze kleur vind ik leuk. Oh, wacht. Dit is weer kort. Oh nee, hieronder is wel goed. Maat 40 ga ik voor. Groen is ook leuk. Volgens mij zijn dit een beetje wijde t-shirts. Dus de eerste staat slouchy.
inkijk en die achterkant is trouwens wel leuk. Ik vind dit geen succes. Ik weet niet, het is een beetje... Het is ook zo dun, weet je wel. Het schijnt heel erg door en je ziet echt zo alles eronder zitten. Nee. Onwijs leuk, mam. Ik zie jou nooit in zwarte shirtjes. Ik heb heel vaak zwart aan. Staat je heel goed. Cute. Ja, heel leuk. Even hier zo staan, dan sta ik zo in die schijnwerper. Ja, hier zo springt hij een beetje open. Dat is wel weer jammer. Want verder is het wel gewoon een leuk shirtje op zich. En dit is een 38. Ik denk dat ik deze wel wil hebben, maar dan pak ik even een maatje 40. Oké, dus deze ga ik een maatje groter van nemen. Deze ga ik een 40 pakken, want dit is een 38. Oké, dan heb ik het volgende t-shirtje aan. En wat staat hierop? Promises, volgens mij. Ik kan het niet echt goed zien. Maar ja, deze is een beetje kort. Dat dacht ik al toen ik hem zag hangen. En op zich is dat wel gewoon prima. Maar ik denk dat ik hem nog een maatje groter dan nodig heb. Ik twijfel een beetje. Welke maat is dit? Even kijken. 40. Ja, dan pak ik deze in een 42. Dan heb ik dit grijze sportshirtje aan. Ik heb deze ook al in het wit en in de t-shirt variant hiervan. En zo'n racerback achterkant. Ja, het is gewoon heel erg simpel. Zo'n lekkere anti-zweetstof. En ik loop eigenlijk gewoon altijd in dit soort shirtjes. Dus dit is gewoon ideaal. Alleen ik zit te twijfelen of ik toch misschien een elletje zal nemen hiervan. Ik pak allemaal te kleine dingen, joh. Wat is dat? Dan heb ik dit gevonden. Een soort van wijd blouseje. En ik heb het idee dat hij eigenlijk een beetje te groot is. Maar dit moet natuurlijk ook wijd zitten. Maar weer zit je dan met dat het zo gaat tekenen bij je borsten, weet je wel. Dat is echt... Ik weet niet. Nee, ik vind hem gewoon niet leuk. Hij trekt hier heel erg. Dat is wel echt heel erg irritant. Want verder is hij op zich wel gewoon leuk. Nee. Volgens mij hoort hij zo off the shoulders te zijn. En het is een body, dus. Maar ik heb even geen zin om helemaal mijn broek uit te gaan doen. Want als ik hem zo doe, dan zit het niet. Volgens mij moet hij gewoon zo. Ik weet niet. Ik vind het niet echt wat voor mij dit. En dan heb ik gewoon een basic tanktopje. En ik vind dit altijd wel super lekker, maar deze schijnt ook wel weer best wel door. Dus ik denk dat ik dan liever gewoon dit sportshirtje koop. Want deze schijnt tenminste gewoon niet door. En dan loop ik hier gewoon zeg maar dagelijks in, weet je wel. Kijk, dan is hij dus in deze kleur beter. Want deze schijnt dus een stuk minder door. Zie je? Neem ik gewoon deze, denk ik. Voor die 3 euro. Nou, dan heb ik nog dit blauwe t-shirtje. En ik dacht dat het zeg maar een wijd shirtje zou zijn. Maar dat valt dus best wel mee. Dus ja... Dit vind ik een beetje... Is niet echt wat ik zocht, zeg maar. Ik zocht gewoon iets wat... Net als wat ik nu aan heb. Dat witte shirtje van Bershka. Weet je wel, of gewoon echt zeg maar helemaal wijd. Of gewoon strak. En dit zit er echt net tussenin. Dus ik denk niet dat dit echt is wat ik zoek. Oké, ik ben weer thuis. En ik ga je nog even snel laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik kwam dit nog tegen bij de make-up afdeling. En dit is een body soufflé. En toen dacht ik, body soufflé? Het was nu de aanbieding voor 1 euro. En toen maakte ik het open. Er was een zeg maar eentje die al open was. En toen ik het aanraakte, zag ik dat het inderdaad echt zo'n hele luchtige, zachte textuur is. Dus het voelt een beetje gelachtig. En het voelt een beetje koud als je het aanbrengt. Het heeft een beetje een primerachtig gevoel. Weet je wel, een beetje zo'n siliconen primer. Zoiets is het. Dus... En het rook ook gewoon wel lekker. Dit is sea salt en white musk. En ik vond dit heel lekker aanbrengen. Heel bijzonder inderdaad, de textuur. Dus ik dacht, nou, voor die 1 euro ga ik dit niet laten staan. Heb ik het uiteraard meegenomen. En dit shirtje heb ik dus in een maatje groter gepakt. Dus ik heb nu een 42 genomen. Hij was 6 euro. En er stond op Promises. Dan heb ik deze concealer gekocht. En ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik heb hem even geswatcht op mijn hand. En het zag er gewoon prima uit. En deze doet me natuurlijk denken aan de NARS Creamy Concealer. Maar ook aan de Maybelline Fit Me Concealer. En zoals je kan zien is die zo goed als op. En ik had die nieuwe geweldige concealer van Revolution. Maar die is ook op. Die was echt super snel op. Echt binnen een maand of zo. Binnen 3 weken. Dus ja, ik had gewoon een nieuwe nodig. Ik heb nu deze gekocht. We gaan hem uitproberen voor die 3 euro. En dit is trouwens de kleur Nude Beige. Dus ik denk dat dit wel goed moet zijn. Hij was nu in de aanbieding voor 10 euro. Ik heb ze dus gewoon meegenomen. En ik dacht, ik ga het gewoon toch nog een keertje goed uitproberen thuis. Goed kijken of het wel echt iets is voor mij. Ga ik ze echt dragen of niet? Want
ja, ik kom al vrij weinig buiten de deur en al helemaal nergens waar ik hakken naar aan zou doen. Dus. En dit is trouwens maat 39, ik heb normaal maat 40. Dus die gaan we nog even een paar keer goed passen. En dan heb ik dit sportshirtje genomen in een maatje L, die jullie zagen. Die had ik gepast in een M. En dit zijn echt van die shirtjes waar ik gewoon echt in leef. Ik vind ze echt fantastisch. Het staat hier een pond op. Volgens mij is het 4 euro. Ja, 4 euro was deze. Dus dat waren mijn aankoopjes voor deze keer. Als jullie de video leuk vonden, doe dan eventjes een duimpje omhoog. En je kan je natuurlijk altijd gratis abonneren door op de abonneren knop onder deze video te klikken. En vergeet dan ook niet om even op het belletje te klikken. Want anders krijg je dus geen meldingen als ik een nieuwe video upload. En dan zie ik je weer bij de volgende video.